De afgelopen 20 jaar is de Nederlandse arbeidsmarkt veranderd. We zien dat mensen steeds mobieler zijn geworden. Mensen veranderen vaker van baan. De instituties hebben zich de afgelopen 20 jaar daar niet aan aangepast. De instituties in Nederland beperken nog altijd de mobiliteit die we nu zien op de arbeidsmarkt. Uh, een van de opvallende dingen van de arbeidsmarkt is dat je ziet dat de laatste, de laatste jaren dat er steeds meer een duale arbeidsmarkt is gekomen. Aan de ene kant heb je mensen die een vast contract hebben, aan de andere kant zie je mensen dat er steeds meer vraag naar flexibele arbeid komt. Er zijn steeds meer mensen die een uitzendbaan hebben, die een tijdelijk contract hebben die of, of die als ZZP'er werken. Wat zijn de risico's van een duale arbeidsmarkt? Uh, de risico's van een duale arbeidsmarkt zijn uh, ten eerste dat de mensen die in een vaste baan zitten niet zullen gaan switchen van baan, die zullen weinig mobiel zijn en blijven zitten waar ze zitten omdat ze anders hun rechten kwijtraken. Aan de andere kant betekent het ook dat op het ogenblik dat er een, een neergang of een recessie is, dat alle klappen op de arbeidsmarkt opgevangen zullen worden door de flexibele schil. Dat is wat je gezien hebt op het ogenblik dat de huidige recessie kwam. De ZZP'ers raakten hun inkomen kwijt, die werden niet gedekt door een sociale zekerheid en hadden ze eigenlijk een hele grote inkomensval. Is dan een versoepeling van het ontslagrecht de oplossing? Een versoepeling van het ontslagrecht die, uh, is in zoverre de oplossing, of zou een oplossing kunnen zijn. Uh, dat op het ogenblik dat mensen hun baan kwijtraken, dat ze wel gedekt worden door sociale zekerheid. Het zal niet zo zijn dat alle, uh, alle gevolgen van, het, uh, van een ontslag terechtkomen bij een groep die daar juist buiten staat. Uh, een versoepeling van het ontslagrecht zal niet direct leiden tot een lagere werkloosheid. Dat is een uh, dat is niet iets wat, wat er verwachten valt. Aan de andere kant zal er wel een soort grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt komen. Je ziet dat er nu al die behoefte aan mobiliteit is. Die zal nog groter worden. En daarom komen mensen sneller terecht op de plekken waar ze het meest productief zijn. Uh, is de WW-duur misschien te genereus in Nederland? Uh, we, zien, we weten uit de internationale literatuur dat op het ogenblik dat uh, mensen lang recht hebben op een WW-duur, dat ze langer de tijd nemen om werk te vinden. Op een verkorting van de WW-duur leidt ertoe dat mensen sneller werk zullen vinden. Mensen nemen minder lang de tijd om werk te vinden. Wat vaak wordt gezegd, is dat als mensen lang de tijd nemen om werk te vinden, dat uiteindelijk de match tussen de kwaliteiten van de werkzoekende en de baan dat die beter zal zijn. Uit de literatuur blijkt dat echter niet. Er is geen bewijs dat een, mensen die lang naar werk hebben gezocht uiteindelijk een betere baan zullen vinden dan mensen die sneller uh, een baan hebben gevonden. Dus een verkorting van de WW-duur zal ertoe leiden dat mensen sneller een baan hebben. Geldt dat ook in deze economische crisistijd? Dat is de vraag. Uh, in deze crisis is het natuurlijk, op dit moment is het moeilijk om werk te vinden. En je ziet dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar het afhankelijk maken van de WW-duur naar uh, de, de, de economische situatie. Dus in een periode van een recessie zal je een langere WW-duur hebben dan op het ogenblik dat het beter gaat. Dus de lengte van de, de maximale WW-duur zal afhankelijk worden gemaakt van de stand van de arbeidsmarkt. Naast de ZZP'ers heb je ook nog de mogelijkheid voor tijdelijke contracten, maar met een langere duur, bijvoorbeeld tien jaar. Wat kan dat voor voor of nadeel opleveren? Uh, je ziet dat er bij het ministerie van Sociale Zaken inderdaad momenteel nagedacht wordt over uh, contracten die langer dan 10 jaar. Uh, of uh, contracten die langer dan de, de huidige contracten zouden zijn. Dus een periode van 10 jaar wordt zelfs over gesproken. Uh, dat is eigenlijk alleen maar om het ontslagrecht te omzeilen. En dat geeft eigenlijk al aan dat het ontslagrecht momenteel beknellend is.